Ah, dus het betrekken was die bridge-aflevering uit part 2 van aflevering 6. Part 2 van aflevering 6, dat bedoel je niet gewoon aflevering 61? Nee. Waarom is deze zo fucking lang? Ik ben naar Dragon Ball Z gekeken sinds ik... naar Dragon Ball Bridge gekeken sinds die Frieza, sinds die laatste Bridge. Sinds 59? Nee, sinds de laatste, welke was het ook weer? Sinds de Namek Saga's Abridged. Nou, daar gaan we. Dragon Ball Z Abridged Kai. Ja. Dat was hem. Dus Pippin, op een schaal van 1 tot 10, hoe erg dood ben je? niet dood genoeg, kan doden. Ah, kijk, dat is nog wat beter, maar nog niet helemaal. Oh, ja, die ton op. No! Ja, kijk hoe bloederig hij is. Dat is like, holy shit. Dit spel is edgier dan de eerste route. Oh, edgier dan Sword Art Online, Alice. Oh shit. Het is automatisch de slechtste anime ooit. Weet je, als dit als Sword Art Online is, dan zou de persoon die stierf in deze PvP moment niet echt dood blijven, maar terugkomen tot leven. Ja, hij ziet de hoofdkarakter ergens, dat kan niet. Dat was eigenlijk een ding. Alsof was dat een van de dingen in één aflevering waar mijn karakter stierf. Like, door PvP gevecht. Maar hij was al die tijd levend en deed alsof hij dood was. Like, wat? Nou, dat was een ding. En je had deze ene meid met een sick ass kont. Ik weet die aflevering nog. Ik bedoel, ik wist dat het kan. Mijn favoriete moment is weer dat Kirito dood ging en kwam terug op leven. Hey, het had je tijd, jij bent ik al better. Handzuizend 2. Maar hier zegt Papin dat de Septarian Club een verkeerd is. Er is iets veel groters. Er is een absolute power dat kan zich veel even de sprong gespeeld hebben. En hij heeft het niet over de Septarian Club. Ah, Mother Earth bedoel je? Nee, iets veel groters. Chaos? Nee, groter. Lollies? Nee, nog groter. Nog groter? Shit. Oké, dus. Traps! Ja, nee, traps, dat ze. Nog hoger. Oh shit, als het geen lollies zijn, dan het is groter dan traps. Fuck. Ik kan niet wachten, we zijn zo dicht bij het einde. Maar dit is de ene laatste dungeon. Hierna is de laatste dungeon, Ennis. Leugens, er is nog een toren. Ja, er is nog een toren, misschien dungeon. Oh, for fuck's sake! Ik speel, als hij onze party gaat joinen, ik stop met deze quote, hé. Laat Ennis, je denkt het na. Hij heeft een grote pandabeer. Hij wordt beter dan No Way. Hoe bedoel jij heeft een grote pandabeer? Weet je wanneer hij transformeert? Dat is wel cooler, ja, dat hij transformeerde, maar... Kijk naar No Way. Tenminste, zijn niet jaloers op een insect. Ik wil hem verplaatsen voor No Way. Ik neem zelf een kuk over hem. Ik had tenminste een kuk niet jaloers op een insect. Tenminste heeft hij redelijke heeft hij de dingen waar hij goed jaloers is. Like goede dingen waarop hij jaloers is. En ik had tenminste poppen. No Way is gewoon niks. Hij is leeg. Ik wil dat een insect zijn. Ik denk dat het gewoon een insect zijn.
Weet je, Marianne zei dat zij hem gaat vermoorden, maar dat is niet gebeurd wel. Ja, dan is ze hem gaat helpen, toch? Nou, je gaat helpen. Nee, want ze hebben al... Meestal toen zij hem had getest om bij ons apart te komen. Mm. Dus die belofte gaat niet meer door. Het is allemaal luistert naar deze mensen om te kijken wat voor soort dingen zeggen. Jesse's hart klopt 20 keer stiller om zeker te zijn om te horen wat ze zeggen. Hij maakte zich heel erg veel zorgen over wat deze mensen zeiden. Wat dan als ze hadden over zijn gestoorde dingen? En toen zei Jesse van, ik wist het. En toen zei Jesse, ik wist het. En toen vervolgens rende Jesse naar de deur en opende hij het. Schreeuwde hij luid, do you believe in the prophet? En toen zei hij, do you believe in the prophet? Dat ik letterlijk zei. In ieder geval, Caldo heeft Caldo gevonden en dus... En hij is fucking gemarteld. No shit. Juno deed dit. Kijk, onthoud dit. Juno deed dit. Want ze gaat laten zeggen dat ze van Justice is. Like, fuck you, ik weet wat je hebt gedaan. I don't know wat ze heeft gedaan. Al wat ik weet is dat Caldo in pijn leeft. Zij heeft hem in leven gebracht met medicatie om te martelen. Shut up, you're not helping your case. Dat laatste lijn was genoeg. Ja, de laatste lijn was genoeg. De eerste wat je zei was genoeg. Calm down. Dan moest je niet zeggen, be thankful that we helped him. Dat is niet wat je moet zeggen. Wel, uiteindelijk kan de bezorgde moeder minder bezorgd zijn waar de fuck hij is. Maar meer bezorgd zijn of hij nog gaat leven of niet. I don't know wat beter is. Tijd om Satyr en Club te vernietigen en dus we gevraagd hebben voor onze vriend dat geworteld is. You need to destroy everything. Destroy everything. Oh ja, natuurlijk. Je hebt het CV, je moet met hem meegaan. Je bent ook niet echt handig in deze party zonder Caldo of zo. Ja. Het is best voor je om mee te gaan. Misschien wat, wat is het? Mental support? Medical support? Emotional support? Ja, precies. Zulke shit. Misschien kan je dat nog doen voor Calden of Paika. Of Cal Paika. Ja. Wat is het? Is het wel zo gepakt toch aan? Ik neem ben op een laptop. Kan ik echt goed renden op de computer? Might as well. Holy shit. Wat? Oh, ik weet het maar gewoon dat... Nu pas dat je level 122 bent. Ja? Wat je ook zei, maar ik lees het menu pas, like... Shit. Ja. Zo'n beetje. Weren't you gonna go to the hospital with Caldo? I just came to get a thing close. They took him right away, so I didn't have time to prepare. I'm heading back now. I see. Hey, could I come with you? Call the kids, Spam Eridan here to see you. Shit. Hij werd voor een lange tijd niet wakker. In feite blijft hij niet komen. Net als Rem. Oh fuck. Heb ik dat hem gespoild? He's stable for now, but it's a touch and go. I see. All the thingy arrows. Please get them to call the kids. You didn't say anything back there, Pain. Are you sure that was for the best? Believe me, I've got all kinds of stuff to yell at him about protecting me when I didn't even ask him to. But there's no good point to telling him while he's still asleep. Once he wakes up, he better be ready. Bang. He's not gonna go down that easy, you know. Yeah, you're right. I mean, I have fucking explosie overleefd. I think that he will wakker wordt vandaag.
Ja, het is eigenlijk gewoon het hele idee dat hij werd gemarteld. Terwijl hij daar zo lachen is jammer. Dus hier kunnen we kiezen wie de einde krijgt. Dit is nu het moment, want het is een druk laag printje. Gewoon... Ik laat alle einden zien natuurlijk. Zo ja, we zijn echt bij het einde gekomen, of niet? Yup. Nou nog de laatste cutscenes en de toren. A big, beautiful tower. And we will make the Mexicans pay for it. Fucking hell. En we gaan onze laatste S-Rank Fury krijgen. Dat is eigenlijk de laatste Fury. Dat we nodig hebben. Dat is nice. Zullen we gaan uiteindelijk uit die Gordon's dings trekken? Ja. Alles is leeg. Net als wij bestaan. Alright dan. Helaas gaan we de buzzing geluid weer horen voor de livestream morgen, want je hebt geen andere keuze, zeg maar. Nee, ik heb geen andere microfoon om mee op te nemen op site. En mijn headset mic werkt niet met Audacity voor een of andere reden. Anders zou ik dat gewoon hebben gebruikt, maar ja. Blijkbaar willen ze dat niet. En nou ga ik de laatste part. Nee, ik ga de laatste baaspart van de vijfde toe veranderen. Dat is leuk om te doen. Ik kan de part 66 al wat gereden, though. Blijkbaar niet. Hold on, welke part is dit? Welke properties? Dit is 66, oké, ik raak zulke dingen door de war. Perhaps that's why I can't take my eyes off of you. I left you on your own advice and sure you left. What is this? Why are you staring at me like that? Do you have something else you want to say? I feel like perhaps I found something I want to do once this is all over. What is that? It won't happen if I say it out loud, but for safety made out is I'll tell you then. Hot passionate banging. Bent over, Fang. Wait, what? Yes, Fang, bent over. Why me? Let's just say I'm going to ride. I'm going to ride a horse. Are you really worried about that? But I guess most people are insecure at your age. Don't please me. I was just worried that since I don't have a partner, I wouldn't be as useful in battle. Well, like I said, I don't think that's true, maybe. Stop sounding so unsure. Even if you weren't helpful, it'd be kind of silly if you were to try and find a partner just to get stronger, right? Well, yeah, of course, I don't have any intention of doing that. I've gotten this far on my own after all, but still. I can't help but wonder what things would be if you were like if you were my partner. What? You? FBI, open up. At least right, I'd be disappointed. No, I just feel like you'd change charge me every time you say anything or something. And my heart, your face can't hide the truth. Come on now, just kidding. Take another partner can be a lifelong contract, right? I could take money at the time. You don't get time to cover. You would absolutely charge. Well, if you were available and really rich, then maybe. Huh? What was that? Oh, nothing. I just said that things are never that easy. Zo zijn deze cutscenes die ons naar de andere eindes brengen? Ja. Let's see. It's important to take responsibility for your actions, so I apologize. Oh, that's all? Yeah, what am I supposed to say? Just say something, don't worry about it, it's fine, or even if you said, no, I don't forgive you. To be honest, I don't know what you're apologizing for in the first place. It's for trusting you and for calling you a person, so we're not too... Oh, that's it? Why didn't you just say so? I admit, perhaps I'll let the pop of work, so then, can you forgive me? There's nothing to forgive, it never bought me in the first place. What is all the lie? What?
anyone would act like this if they had no doubt of the memories, and this is a fear of suspecting a proper response anyway. Why did you get up quiet all of a sudden? Usually this is where you'd get super mad at me. I am not the tiara you want a new thing. Well, the tiara you knew inherited the Falcor's plots or existed was different from mine. Don't worry about the details like that. It's better that you don't have that plot. Not about whether it's better or not, to the point that I haven't changed it one bit. Is that true? Sure, no other woman could be as haughty, arrogant, and more sarcastic as you. Oh my, there you go again, trying to pick me up with such words. In fact, I would like to prefer a little bit if I could start talking like a street punk or something. That sounds nooit gebeuren. Het op je zin hebben, never speak like a street punk. Tweede route, the fuck is up. Ah, never forget. Ah, ik hou van de mensen hier met mijn kop wel hard, dat is geweldig. Oh, creepy. What? That's an awful thing to say, just out of nowhere. Oh, sorry, you just had such a weird expression on your face. I just blurted out my honest feelings. Those are your honest feelings, you fucking asshole. Come on, I'm just kidding around, Frosty. I figured that would help you get out of your funk. I don't like the idea of falling for anything you came up with. So why do you seem so depressed? Are you just happy with how things are? No. Cause fucking no, it's just Polonius, fuck off. Perfect chance we do everything. And now the evil goddess might be in a fight. That just goes to show how many evil people there are out there trying to cause trouble, not to get the. So is there a good god as well? Is there a vile god? That's onze. And it's like, nou, als ik over nadenk, als er een vile god is, dan is het toch juist just god. Eigenlijk, de vile god is een misverstandslaatje, want Jessie tikt ook valse god, like een Satan zo'n beetje, weet je wel, de net false god. Dus eigenlijk zou die heten false god of zo? Ja, alleen de vile god is een translatie die ze hebben gebruikt. Want zijn naam is de Jessie. En als je de Jashin hier vergelijkt met de Jashin van de Jashin anime, oh, wat een verschil! De ene is gespierd, heeft de kracht om iedereen te vermoorden. De andere kan alleen maar een dropkick doen als een slangvrouw mens die steeds vermoord wordt door een heks in een maid kostuum. Dat klinkt geweldig. En soms wordt het via de muur gebracht. En het is een goede anime, kijk, ik raad het aan. Ze breken de vierde muur ook soms. Oh, dat is shit die ik daarnet hoor. Ik zou niet verrast zijn. The goddess of Falcon, now the evil goddess, I guess I've got one more object. You seem to be extremely interested in explaining dangerous things. That's the only way, the only one that can satisfy my curiosity. You know, now that I've been to one world, it's amazing how different this one is. Yeah, you're right, I almost forgot how we wound to a totally different world. If we lose now, we might have to deal with yet another new world. Don't ever say that, I'm serious. Nee, het moet Apollonius terugkrijgen, thing you've had me. Ah, my mouth hurts. Your mouth? Oh, you might have a cavity. It's because you all eat all those sweets. A cavity? I don't have time for this, maybe Hardy can fix it. Come on, let's go. Hardy kan alles fixen. Misschien kan Hardy fixen. Ik heb mijn penis erop gehad. Oh, misschien kan Hardy het fixen, geen zorgen. En uiteindelijk heeft Harley kan het fixen. En zei Harley is wel de enige persoon die kan fixen, maar ze doet er niks aan. Want het is niet. Ze doet het alleen maar wanneer het nodig is. Ze doet het alleen maar als het leuk is. Ze doet het alleen maar als het een lolly fairy is die het lek heeft. Zo weet je. Nor can I, perhaps fairies simply aren't equipped to understand things like these. Lady Mariana, would you say you have bad luck with guys? That's kind of out of nowhere. Well, in the old world, you wound up hanging out with some weird guys, and at the same time, have it here. Now that you mention it, in this world, my luck went out by about the time I went into some strange guy. I want to become an insect. Oh, really? Okay, fine, then I want to become a witch. Ah, no fair, being a witch is my thing, you have to pick something else. Fine then, I want to become a charismatic fashion model. I feel dirty just being in the same room. Now, no time to chicken out, it's no fun fighting something we already understand. You shouldn't have fun fighting in the first place.
Hey, come on, stop. Dat komt omdat ik een man ben, oké? Een man houdt van vechten, fuck you. Soms op Justice Voice begrijp je dit niet. Dat is waarom ze falen. Yay, more violence. Woe! Dus je doet het toch op zijn allerhoogst als je alle furries in de grond steekt, zoals je hier ziet. Het is gebaseerd, lijkt de hoogte van de toren is gebaseerd op hoeveel furries je hebt. En er is ook een vervoer erin. Waar steken de zwaard gewoon overal? Ja, overal, maakt niet uit. Op de grond. Als ze er in de wereld zijn gestoken, is dat oké. En waar... Oké, dus als je natuurlijk op de dungeon steekt... Dan krijg je de bonus van de furries, toch? Ja. Maar als je dan overal steekt, wordt hij alleen maar hoger. Niks anders. Ja. Hij moet... Ja, niks anders. Hij wordt gewoon hoger. Like, dit ding wordt gewoon hoger. En is het... En ik wil de muziek erbij doen, maar ik heb het vergeten te doen. Dus veel plezier met de speed-up muziek. Shit. Ik luister wel naar mijn eigen muziek ondertussen. Hé, hey, ik kan het doen. Oh shit, die moet ik wel. Ik word er gek van. Zo, een andere dus. Is deze dungeon zo'n beetje gewoon... wat noem je dat nou ook weer? Monster Rush, zo'n beetje? Je vecht gewoon tegen alle monsters die voorst gaan komen, meer niet? Zo'n beetje. Let's see. Het is een beetje gewoon een Colosseum. De Colosseum, like, de Dink Team klinkt wel leuk, though. Kan ik zeggen. De Colosseum Team is geweldig. Ze zijn allemaal dat je niet zo vaak hoort, want dit was verbeterd zo snel. Ja. Zij willen dat we gewoon de keuze hadden, dat we hoe de muziek wilden luisteren. Ja. Dat is heel erg vervelend, weet je. Het is like... Ga een beetje eind. Het is net als met, sommige dingen, like... Mijn vroegste voorbeeld is Final Fantasy XV, met de summons. Wanneer dan lekker rustig in een gevecht zit, hoor je opeens deze irritante team met deze irritante filter over het scherm heen. Zo, hoeveel verdiepingen waren van deze ding? Dungeon? Zoveel als de furies zijn. Volgens mij zijn ook DLC. Verdiepingen. Ja. En holy shit, zullen ze je in de reet neuken als je niet voorbereid bent. Ik ben verrast. Dus nou, we toch hebben over te praten. En dan zeg je wat het leukste vertellen wat ik heb gedaan deze week. Ja, school, werk, autorijles. Maar vooral werk. En Oh, wacht, vooral school. Wat is je theorie? Oh, ik heb geen theorie. Ik heb niks gedaan met theorie. Wat ik wel heb gedaan is auto... Dus je auto, dus je instructeur komt terug en was dan NS, je hebt me fucking gedisappointed. Ja. Wat hij wel deed vervolgens is zeg maar, hij zei wel vervolgens van, ja, je moet wel gaan oefenen gewoon auto rijden zodat je het gaat vergeten. Vervolgens zei hij van, hey, weet je wat NS, je kan gewoon auto rijden. Je moet alleen maar vooruit kijken, meer vooruit kijken of beter vooruit kijken is het woord. En zo'n beetje. Ja, ik guess Ennis heeft de skills een beetje. Ja. Zoals stop met gewoon die theorieën in examen halen, zodat ik zo snel mogelijk de examen kan doen. En daarna wilt iedereen dat jij voorrijdt. Sowieso. Het is like, fuck my life, boy. Ja, het is niet bedoeld voor mezelf in de toekomst, het is bedoeld voor jullie. Oh, ik heb al wat vloer gedaan, though. In andere routes. Maar ja, ik wil wat furies krijgen, though. Want ik krijg meer dan de S van Fury. Ik krijg ook wat A van B van Furies hier. Dat was maar 1 C van Fury ook. Want ik... Vooral wij... ik zat ook nog eens op school. En ik dacht van, weet je wat, als ik toch niks heb te doen, ga ik gewoon Azure Lane spelen. En iemand zag dat hij keek ernaar en zei van, wat speel je? Ik zeg, niks. Hij zegt vervolgens, hij kijkt ernaar en hij zegt van, wacht, is dat een dev TD game? Ik zeg, nee, het is geen TD game. Het is een schipspel. Sure, it is.
Het is niet tiddy genoeg, Ennis. Maar uiteindelijk lukt het niet, want de school laat je niet online spelen. Dat deze spel zo'n beetje is. Ik haat fucking server games daarmee. Want dit is eigenlijk zo'n beetje. Het begint zo'n beetje het probleem te worden met phone games, dat ik zeg, want dat ze allemaal servers nodig hebben en shit. Ja. Bij de Wennis, wil je nog wat anders op je mobiel downloaden? Nee. Er is nu een app waar met de Tunia Friends. Is een Tunia app nu. En wat doet het? Wat is het? Het is heel het is gewoon een waifu game, Wennis. Ik weet dat Azul alleen een waifu game is, maar er nog steeds een game erin zit. Wat is dit? Ja, het is gewoon een app, want de Tunia gaat. Je krok zit gewoon in je mobiel. Ik kom met hij terecht. Nou, hold on. Never mind dan. Dat is niet de tijd waard. Ik kan wel doen. Het is gratis. Je kan het niet doen. De tijd waard. Doe het zelf. Je speelt al de waifu games, Ennis. Doe het zelf. Nee. Exactly. Doe het de fuck off, man. Jij gebruikt de telefoon, ik niet. Betekent je niet dat ik opeens alles moet downloaden wat ik niet heb gedaan? Wat ik wel ik zit wel van alles te downloaden waar het komt op emulatie. Ja. Want fuck it, dat is het enige goed ding aan games op dit punt. Game Boy Advance emulatie. Ah, emulaties zijn een geweldig ding. Ja. Maar fuck Nintendo, oké. Okay. Nou ja, serieus, fuck Nintendo. Ze haten fancontent, sowieso. Maar het is niet eens de ROMs, het is gewoon een fanbait product en shit. Precies, gewoon, ja, fuck Nintendo. Dat is fucking tennis. Ze geven geen fuck om hun fans. Dat is het ding. Iemand speelt de spellen een klein beetje anders. Wel, we kunnen het zo maar weten net zo goed verbannen van onze conference. Oh, like, Shady Penguin speelde een Pokémon hack en is like, oh, well, nou kun je niet meer meekomen van Shady Penguin. Dat is like, oh, well, fuck me, right? Yeah. Ik ben hier al. Ik ben op het laatste moment zegt van, nee, fuck you. Ja, yeah, nee, fucking tennis. Speelde een fan hack, dat kan niet. Ik kan ook iets speedrunnen op, die kunnen naast speedrunners. Je moet het spel compleet normaal spelen zonder glitches te gebruiken. Oh, fuck off. Kijk, als je niet wil dat er dus glitches gebruikt, dan had je die glitches gewoon niet erin moeten doen. Fuck you, Nintendo. It's like, fuck ja, dan moet je gewoon een beter spel maken, for fuck's sake. Het is niet onze schuld, als je faalde. Dit is waarvoor speedruns zijn bedoeld. Als je gewoon een regel maakt van, ja, gewoon niet glitches speedruns doen terwijl je, terwijl je hier bent. Is oké. Okay. Maar als je gaat verbannen alleen maar omdat je glitches speedruns doet, dan fuck je, oké. Okay. Nee, fuck you. Like, als Nintendo wil die 200 glitches gebruiken, dan moeten ze maar gewoon geen fucking glitches erin hebben gedaan. Want ja, ik begrijp dat het bijna onmogelijk is, maar nog steeds. Het is je eigen schuld. Je hebt het zo gemaakt, zo kan het gespeeld worden. Het is je eigen schuld. Precies. Je kan niet zomaar zeggen van, nee, je moet het niet zo spelen. We willen het niet zo spelen. Is het gewoon het regel, is het letterlijk dat ze mensen me verbannen omdat ze glitch speedruns deden of doen? Beide. Doen als in ze zijn daar en ze doen glitchruns. Nee, gewoon sowieso. Like, ze doen glitches rustig op het internet wel. Nee, dan is het volledig bullshit. Ze hebben niet eens de regel opgezet of zoiets en dan doen ze zulke shit. Nee, fuck hun dan. Nee, zoals ze willen dat je per se het spel op één manier speelt. Fuck niet. Ik denk, houdt niet van creatieve mensen blijkbaar. Tenzij het bij hun eigen mensen zijn. Fuck nee, Miyamoto. Fuck Miyamoto. Like, het spellen zijn leuk, alleen fuck dat ook een bedrijf. En ik zou het juist cool vinden als ze glitches vinden van mijn spel en daarmee breken, want dat ziet er fucking cool uit. Daar staat in de kant van gelijk fixen. Precies. Daarvoor bestaan glitches. Daarvoor bestaat het internet, om te weten of, hey, deze glitches zijn er. Ik kan een spel updaten tegenwoordig, wanneer ik zoiets zie. Klaar. Het mooie met Nintendo is dat ze nog steeds in de 2000, wil ik de vroege 2000 zijn. Ze hebben geen idee hoe het internet werkt. Hey, Apollonius, alsof je ons nooit hebt verlaten. Zo, wie zijn je favoriete characters in dit spel, anyway? Like, om te Apollonius. Spelen. Apollonius, Bang, de Tiara als healer, Pippin, want ik heb accuracy omhoog. Alleen ik heb liever die Pippin, want ik vind Edsel leuker. Harley is niet slecht, alleen je gebruikt hem voor de group analysis. Marianne kan een beetje alles doen, dus hij is ook niet echt slecht om je parts te doen. Beter dan Noe, no fuck Noe.
Battle Royale play, ja, dat is een beetje het. Oké, okay, dan. Ah.